Vandaag mag jij beginnen. Mag ik vandaag beginnen? Ja. Vandaag gaan we een video opnemen die we niet zo leuk vinden om op te nemen. Nee, we hebben ook zakdoekjes erbij liggen. Zijn we er klaar voor? Beetje. Het is 15 april. En Tess die begint te groot te worden voor Bel. Dat hebben we al een paar keer laten vallen. En vandaag gaan we erover praten hoe het is. Nou ja, eigenlijk meer hoe je je pony... Nee, we gaan erover praten dat Bella verkocht moet worden. Ja. Toch? Ja. Want je kunt natuurlijk niet op een dag zeggen, ik heb je pony verkocht en dan kom je uit school en is je pony weg. Nee, dat kan niet, nee. Zou je dat willen? Nee. Dan zou ik je slaan. Zou je me slaan? Ja. Oké. Okay. Hard ook. Dus is het belangrijk dat we samen een manier verzinnen... hoe het voor ons allebei te doen is. Nou ja, voornamelijk voor jou te doen is. Ja. Want we ontkomen er eigenlijk niet aan, hè? Helaas niet, nee. Wat vind je er zelf van? Dat Bel een groeipil... Dat ze een groeipil moeten ontdekken voor paarden en dat Bel kan groeien. Oké, maar dat gaat dan nu nog niet gebeuren. Dus... ben je er klaar voor? Een beetje. En hoe komt het dat je er klaar voor bent? Nou, ik ben er eigenlijk nog niet echt klaar voor, want ik wil er heel graag nog houden. Maar ik word echt te lang, mijn stomme benen. Nou, we zullen even laten zien toen Bel kwam. Hoe klein je toen was. Weet je dat nog? Toen was ze echt nog klein. Laten we even zien. Ik vond dat ze ook nog klein is. Tas, hij is voor jou. Klein. Klein. Nou. Jij hoeft er ook niet op, Rick. Jij ook even rondlopen. Oké, okay, ik ga even deze kunnen. Oh. Hier ergens eten. Nou, die tester mag eindelijk rijden. Jee. Even een rondje door de bak lopen, ik kan eens even kijken. Ja hoor. En dan het moment. De eerste keer. Even door de bak heen stappen. Fabienne die heeft weer haar taak opgepakt. En die loopt er even naast voor de zekerheid. De dingen gaan altijd goed totdat ze niet goed gaan. Dus dan is het verstandig om even veiligheid voorop. Zoals altijd. En ze is al losgekoppeld en aan het draven. Misschien moet je morgen gaan galopperen, zei ik nog. Ik weet nog dat ik het zei. Weet je wat? Ga morgen maar galopperen. Dus zo klein was je. Dat is echt niet normaal. Schattig hè? Dat is ongeveer zo en nu ben ik... veel langer. Zullen we even laten zien hoe lang je nu bent of wel? Oké. Okay. Laten we dat ook even zien. Dus zo lang ben je nu. Ik ben echt te lang, ja. En vind je het nog makkelijk op Bel rijden of vind je het ook moeilijk worden? Het is lastig, maar het is ook wel handig. En wat maakt het lastig en wat maakt het handig? Het is handig, want ik kan nu mijn benen meer om haar heen doen. Alleen wat lastig is, is dat ze weg. Dat snap ik. En vind je dat we genoeg geld zouden moeten hebben om haar te houden? Het is een beetje een twijfelgeval, want ik gun Bel echt het allerbeste, maar ik zou ook super graag willen dat ze gewoon zou blijven. Dus voor Bel zeg je, het is verstandiger om haar te verkopen en voor jezelf zou je willen dat ze blijft? Ja. En waarom zou het dan voor jezelf fijn zijn als ze blijft? Nou, net zoals Danielle Boefje heeft, die is nu ook al 22 jaar, dat is echt lang. En zo zou ik ook mijn Bella willen. Maar zij kon veel langer op Boefje blijven rijden. Ja. En nu word je echt wel te lang. En Bel weegt maar 300 kilo. Ja. Dus straks word je ook te zwaar voor haar. Ja. En dan ben je zeker niet dik. Nee. Je bent gewoon echt heel gezond, netjes op gewicht. Alleen, ja, Bel is wel een C-pony, geen D-pony. Hebben we het daar eerder over gehad? Oh, dat we Bella gaan verkopen? Mm-hmm. Ja.
Omdat ik er de laatste tijd echt wel lastig mee heb. En toen we Bel kochten, hebben we het er toen over gehad? Nee. Nee? Dus dat vergeet je gewoon? Ja. Dat is wel slim ook, want anders gaan 2 jaar heel snel, hè? Het is ook heel snel gegaan. Ja. Ik weet nog dat ze kwam. Weet je dat nog? Hoe ging dat? Ik vond het heel leuk. Dat was het. Je vond het heel leuk. En we waren op speurtocht naar Bella, want Bella was zo stil in de trailer. Dus we zijn wel voorbij de trailer gekomen, alleen we wisten niet dat ze daarin zat. Ja, dat is waar. Op zoek naar je pony. Nee, niet rennen, Tess. Het is ook wel echt een brave passie in de trailer. Ja. Eigenlijk is het in alles een brave passie. En nu? Nu. Het is nog lang geen. Want we hebben ongeveer een datum dat we Bel te koop willen gaan zetten. En waarom hebben we die datum afgesproken? Omdat ik dan nog wat verder in de sport kan gaan met Bella. Ook al ben ik nu echt te groot en zou ze eigenlijk nu al weg kunnen, omdat ik echt te groot ben. Alleen het is meer voor mezelf dat ze nog een paar maandjes blijft. Want als ik het niet erg zou vinden dat ze weggaat, dan had ze nu al weg geweest waarschijnlijk. Misschien wel, dat weet ik niet. En hoe gaan we haar te koop zetten? Op Marktplaats. Ja? En Facebook. Oké. Okay. Denk ik. Oh, en Sporthorses. Ja, dat kan allemaal. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden, heel veel websites en heel veel mogelijkheden waar je je paard of pony te koop kan zetten. Denk je dat het nodig is? Ben laat te koop zetten? Nee. Nee? Want er zijn al een paar mensen en misschien willen we Bel wel verkopen aan degene die we echt kennen, tot we bij Bel nog langs kunnen gaan, dat sowieso. En dat we diegene ook gewoon, ja, kennen. En, maar ik denk niet dat we er kunnen verkopen aan iemand die we kennen. Nou, misschien wel iemand met een verband met iemand anders. Nou, zo. Dus omdat mensen weten dat Bel te koop komt te staan, dat ja, dus dan bijvoorbeeld niet dat het zo is, maar dat nichtje van Kim, Leila. Daar zou ik er echt dolgraag aan willen verkopen. Ja? Ja. Wat zo'n lief meisje is. Ja, het is een lief meisje. Ze houdt van Bella. Bella vindt haar helemaal geweldig. En je vindt dat wel heel leuk om te zien. Ja? Kan je er dan mee leven? Ja. Ja? Dus wat zoek jij voor baasje voor Bel? Een klein ruitertje. Het liefst die nog maar net in de paardensport zit. En op Bel super veel kan leren. Ja? Dat lijkt me wel echt fijn. Ik geef op mijn neus. Ja. Dus niet te groot, niet te lang. Nee, niet en te zwaar. Sowieso ouder dan 9 jaar verkopen we denk ik niet aan. Ik weet niet, het ligt eraan hoe klein iemand is. Nou, ik wil wel gewoon iemand die nog niet zo goed kan rijden. Waarom? Nou, dus voor Bel ook weer een keer een uitdaging en dat ik denk dat Bel het geweldig gaat vinden. Ja, met zijn mama Bella. Ja, mama Bella. Ah, oh, mama Bella. Net zoals Rona nu mijn tweede moeder is. En hun dan ook een klein moedertje. Kan ze weer overnieuw beginnen? Ja, opnieuw. Sorry, kan ze opnieuw beginnen met alles. Het is wel leuk. Ja. Ja. Oké. Okay. Maar niet echt, niet al aan een gevorderde die al super goed kan rijden. Dat wil ik liever niet. Waarom niet? Wel, ga naar een klein lief meisje of jongen. Stel nou dat dat meisje of jongetje begonnen is met paardrijden op 3 jaar. En dat die nu al, weet ik het, M of Z rijdt. Misschien dat je dan en heel klein gebleven bent en dat je dan nu 7 of 8 bent en ontzettend goed kan rijden. Mag dat dan? Dan denk ik er nog even. Het ligt eraan hoe je me wel omgaat. Als je Bel kan het niet tegen als ze gestraft wordt, dan verliest ze. Dus dat is geen goede optie. Dus daarom ook, want als je supergoed kan rijden, tuurlijk. Alleen als je echt op het straffen bent, dan sowieso al gewoon nee. En daar kan Bel niet goed tegen. Nee. Bel is echt een bevriezer. Oké, nog andere dingetjes? Nee? Ik wil wel dat ze maar een heel goed huisje gaat.
Ja. 5-sterren manege? Nee. Nee, ze hoeft niet van mij niet naar een 5-sterren manege, maar ik wil dat ze naar iemand gaat die van haar kan houden. Ja. En die een mooi plekje voor haar heeft. Sowieso een... En dat maakt me dan eigenlijk niet zoveel uit of dat op een manege is of een privé. Wel een mooie box en ook gewoon een goede bak. Zo? Nou, Bel gaat niet in een stal staan die al half ingestort is. Nee, oké. En misschien moeten we ook wel zeggen dat we nog een keertje langs willen komen. Nou, dat gaan we niet misschien zeggen, dat gaan we sowieso zeggen. Want ook al is het perfecte ruitertje is er alleen maar als wij ook nog bij haar langs mogen komen. Dus ze moet ook nog een beetje bij ons passen. Ja. Want wij willen heel graag Bel nog een keer zien. Ja. Maar we zullen de deur niet plat lopen, want dat is niet eerlijk. Nee. Maar we komen wel een keer langs. We komen wel een keer langs. Dan wisten jullie dat Bel heel goed is in zelf mensen uitzoeken. Ja, dat is waar. Want sommige mensen vinden ze gewoon niet leuk. Klopt. Dus bij sommige mensen dan zie je ook dat ze er minder plezier in heeft. Maar bijvoorbeeld als ik een Leila bijvoorbeeld opzet, nou, oortjes naar voren en dat vindt ze geweldig. Ja, vindt ze leuk. Dus we kunnen aan Bel zien of ze het ruitertje leuk vindt, ja of ja. Nee. Dus daar gaan we naar kijken. Nou, ga je vertellen wanneer ze te koop komt? Waarschijnlijk 1 juli. Ja, 1 juli gaan we Bel te koop zetten. Dat is vlak voor de zomervakantie. Voor sommigen is dat dan al zomervakantie. En we hebben het er heel veel over gehad. Vanaf het begin af aan al, dacht ik. Maar Tess is dat gewoon vergeten. Lekker wel, ja. Maar we hebben het wel in de auto hebben we het er regelmatig over. En we gaan het nu met jullie delen. Omdat, ja, het is niet anders. Het is inmiddels 30 april als we deze video opnemen. En het zal eind april zijn als die online komt. En dan heb je alleen nog mei en juni. En dan is het al juli. Zo snel gaat het. Dus dan, ja... Dan gaan we afscheid nemen van Belle. Dat is heel lastig. Ja. Voor ons allebei. Maar het is minder lastig dan Sterren. Ja, bij Sterren was het echt heel lastig. Ik weet nog wel, ik zat in de kantine, zat ik ijsthee te drinken. Toen kwam papa echt zo naar me toe en ik begon echt te gillen omdat... iets waar de Sterren wegging. Alleen ik denk dat met Bella wel anders is. Hoop ik. En wat maakt dat dan anders? Ik kan het nog zien. Dat is waar. Dat is dan weer een voordeel. Alleen het nadeel is dat niet meer van mij. Dat is iemand anders. Maar ze mag altijd terug. Altijd, ja. Altijd. Goed, daar hebben we de zakdoekjes voor. Leila, komt goed. Jij bent het kind. Komt goed, kind. Maar goed. Sterren was niet zo leuk. Met Bel is het ook niet leuk. Maar het is helemaal niet leuk. Het is absoluut niet leuk. Maar ja, dat wisten we toen we de kochten. Maar toen was je... Oh ja, veel mensen vragen zich af waarom je niet gelijk een grote pony genomen hebt. Dat komt omdat ik alle brave springponies of alle brave ponies vond ik doodeng. Ja, Tess die wilde gewoon per se geen D-toon hebben. Want daar hebben we echt wel naar gekeken. Maar ik moest er zelf Bella hebben. Precies. En Tess was toen nog een beetje bang. Maar tegenwoordig ben je niet meer bang, geloof ik, hè? Ze springt tegenwoordig zelfs op Verona. Maar je springt nu dus op Verona. En nou, het gaat natuurlijk steeds beter. Bel heb je heel veel geleerd. Ja. En Bel heeft ook veel van jou geleerd. Ja. Dus het is tijd om afscheid te nemen, denk ik. Toch? Nu niet. Nee, maar 1 juli gaan we op zoek naar het beste, liefste, schattigste, leukste... geweldigste ruitertje van de hele wereld. Maar 1 juni is ze nog steeds niet verkocht. 1 juli. 1 juli. 1 juli. Anders denken mensen 1 juni krijgen we dat. Nee. 1 juli. 1 juli. We gaan eerst nog naar Bixie. Ja. Ja. En Bella wordt nog 16. Zo, 16? Nee, joh. 16. Bel wordt 7. Ze is 10 jaar jonger dan Verona. Ja. Ja. Klopt. Dus Bel, die wordt 7. We hebben op de website inmiddels, omdat er heel veel vragen waren naar Belletje, hebben we wel een stukje pagina aangemaakt, of een pagina aangemaakt moet ik zeggen, met erop alle gegevens van Bel. En mocht je dit aan je ouders willen laten zien, omdat jij denkt dat jij het beste ruitertje voor Bel bent, dan kan je op die pagina kijken of het wat voor je is. Dan zijn ze 12 jaar zo oud. Ja, maar je bent 11.
11 is te oud. Nee, het gaat erom dat je niet te zwaar en niet te lang bent. En dat je wel een goed huisje kan bieden. En over de prijs gaan we niet praten op internet. Dat is privé tussen de koper en onszelf. En het telefoonnummer staat ook niet op de website. Maar als je een mailtje stuurt, dan kunnen we kijken of het serieus is. En als het serieus is, dan krijg je het telefoonnummer. En dan kunnen we afspraken maken. Ja. Dit is dus niet een verkoopvideo. Nee, dit is alleen sowieso niet. Om de vragen hieronder in de comments alvast even voor te zijn. Want ik weet zeker dat we er heel veel vragen over krijgen. Dus vandaar dat ik het alvast vertel. Bel komt dus 1 juli pas te koop. En voor die tijd gaat ze gewoon niet weg. Tenzij er iets heel bijzonders is. Of, nee. Jawel. Nee. Stel dat het allerbeste ruitertje... Nee, die wacht maar. Nee, stel dat het allerbeste ruitertje ter wereld tegenkomen. Die wacht. Tessa zegt dat wacht maar. Ja, die wacht gewoon. Dan kijken we wel verder, maar in principe komt ze niet voor 1 juli te koop. En alle gegevens over Bella kan je dus vinden op onze pagina of onze website. En die gegevens zet ik hieronder. Nou, we hebben het best wel aardig droog gehouden nog een beetje. Ik heb het best gedaan. Ik ook. Het is niet, het is niet helemaal gelukt, maar... Yes. Even het aftrek voor mama! Ja, precies. Dus zo praten wij over de verkoop van een pony. We proberen Tessa daarin te begeleiden en te helpen. En toch ook het beste voor Bella te doen. Dus ja, zo doen wij het. En als jij zelf je pony hebt moeten verkopen, laat dan hieronder in de reacties achter hoe het bij jou gegaan is. Misschien kunnen wij er nog iets van leren. De tijd is aangebroken. Ik begin echt te groot te worden voor Bella. En Bella wordt gewoon te klein voor mij. We willen graag de hele geschiedenis van Bella vertellen, dus we beginnen met. Het is weer zover. We zijn weer in de middle of nowhere. Middle of nowhere. We zijn onderweg naar de fokker van Bella. En daar zijn we bij de fokker van Bella, meneer Jan. Ja. Hallo. Ja. En hier is echt, kijk jongens, stal Bettaker. Ja. Serieus, want zo heet het land hier toch? Land heet hier niet zo. Wij wonen altijd in Norg. En daar had ik een stukje land gekocht en daar waren de Bettakers. En vandaar de naam? Daar hebben we de stal Bettaker van gemaakt. En toen gingen we hierheen verhuizen. Hebben we de stal namelijk chocolade. Superleuk. Ja. Ja, vind ik het leuk. Ja, nee, dat is van 1922. Oké, okay. Zo lang al? Ja. Welspons. Ah, wat leuk. Welsbeenponies, hè. Kom eens. Kom. En ze zijn allebei drachtig, hè? Ja, is goed. Is ja. Dat is dus een halfzus van Bella. Ah, oh, en hoe heet zij? Zij heet Bonita. 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 Bonita, denk je, zoek het maar uit. Die lijkt er natuurlijk heel aan niet op. Hallo, liefie. Kijk eens. Hier, happy. Ah, dat is wel lekker, hè? Ja, zie je wel. Het kan wel. Ze heten dus allemaal Bettina. Dat is met B. Ja. En de achternaam, of de voornaam, begint ook allemaal met B, hè? Bonita. Ja. Ella. Ja. Bas. Noem maar op. Oh, Babette. En dat is gewoon een aardigheidje. Maar dan hebben we BB, dus als het BB is. En BB, dat was een hele mooie filmster. Ja. Dus die ponies, dat zijn allemaal filmsters. Nou, het wordt toch wel liefde, hè, Tess? Daar met is Bella Bonita. Geboren, in dat stukje. Het achterste stuk, ja. Ja, daar, hè. Ja. En dat was op een zaterdag. En wij waren met de andere pony waren we naar de keuring. Ja. En toen zijn we morgens weggegaan en heb ik niet naar Babette gekeken. De avond ervoor wel. Maar ze moest nog een week dragen. De veulen is daar geboren. Die is onder die afrasting doorgegaan. Die is onder die afrasting doorgegaan. En die is daar ook overgegaan. En hoe dat nou? Zie, dat begrijp ik nog. Dat begrijp ik dus niet. Nee, dat begrijp ik ook niet. Toen liep ze voor het huis, opgezond. Toen kwam die buurman langs met zijn zoon en zei... Hé, hey Jan, de veulen voor het huis. Oh, zei die buurman. Moet je niet druk over maken, want dat gebeurt nooit wat verkeerd. Hoor. Dat gaat nooit wat verkeerd. Toen kwamen ze na een half uurtje terug. Hier liep de veulen. Ik dacht, nou, ja, maar het is niet goed. Nee. Toen zijn ze naar die buurman gegaan, die heeft paarden. Die zei van, daar loopt de veulen voor het huis, dat komt niet goed. En die koning is daar in dat weiland gebleven. Toch, niet met de veulen meegegaan. Oh.
Nou, toen heeft die buurman ze in deze stal gedaan. Toen kwamen wij s'avonds terug. Nu kan hij. Hij zei, je hebt veulen in de stal, hoor. Oh, verschrikkelijk vinden we dat. Ja, niet dat het veulen was, maar dat het zo gaat. Ja, dat ze er tussendoor gevloept was. Dus dat heeft Bella gedaan. Ja. Dat heeft Bella, jouw ponnetje, heeft dat gedaan. Die is ook een week te vroeg geboren. Ik ook, een soort van. Nou, jij 12 dagen. Ja. En hoe oud is Bonita? Die is 9 jaar. Is het dus eindelijk mee begonnen. Hier is het mee begonnen. Dit nou, is? Dit is Brigitte Bardot. Brigitte, hier is dus alles mee begonnen. Mee begonnen. Een mooie pony, hoor. Deze is heel vaak kampioen geweest. Heel vaak. Leuk. Wel 6 keer, denk ik. En vanuit Brigitte is er gekomen. Brigitte is Babette. Brigitte. Dit is Brigitte. Babette. Nee, Bernadette. Bernadette. Brigitte. Ja. Bernadette. Ja. Babette. Ja. Bella. En wat klopt er niet in het rijtje? De kleur. Nee. En hier hebben we de vader. Dit is de vader. Dit is Eagle Eye. Daar moeten wij heen. Echt zo, hè? Ja, en dan zo. Dit is ja, het. Zo. Ja, dit, zo is het gefokt. Ja. En dan heeft u een vos. Ja. Dat was niet de bedoeling. Nee. Dus was daar ook wel een reden mee om te verkopen. Hè? Ja, oh, toch wel. Nou ja, ik heb er wel spijt van natuurlijk. Dat snap ik, want het is echt een geweldig paardje. Ja, alleen dat moet natuurlijk niet. En ik ben wel lang blij dat hij nou zo goed trekt. Ja, ze is echt, en, ze heeft een wereldhuis nu. Ja, daarom. Dus echt. Dan is het helemaal klaar. Dat is waar. En dat dan is waar. Hoef ik daar ook niet meer over. Nee, dat snap ik. Nee. Maar ik heb nog op het punt gestaan toen hij in Helmond was dat geloof. Ja? Om hem nog terug te komen. Ja? Daar heb ik nog wel over. En wat had u dan met haar willen doen? Dat weet ik niet. Nee, ik had er een veulentje bij willen pakken. Maar dan had ik een probleem. Dus dan zou ik wel een heel passend hengstje moeten zoeken. Geen vos. En dan heeft u een mislukte Bella gefokt. Precies. Daarna zijn we, nou niet op zoek, maar zijn we de moeder van Bella hebben we bezocht. Nou, we zijn onderweg naar de moeder van Bella. Ja. We zitten nu al een uur in de auto en we moeten nog een uur. Ja. En het is hier echt alsof we in een ander land zijn. Het is helemaal sneeuw en ja, koud was het ook wel bij ons, maar niet zoveel sneeuw. Bah, we zijn nu op de Veluwe, dus dat doet kort. We zijn in Otten, toch? Hooghalen! En we zijn bij de eigenaar van Babette. Hallo. Kunt u zich even voorstellen en even wat over Babette vertellen? Ik ben Harold Brunsting. En we hebben de ponies voor de kinderen. Babette hebben we gekocht als eerste pony. Om leren met dieren om te gaan. En daar hebben ze ook de eerste pasjes op gereden. En ja, nu is hij meer eigenlijk voor de fok. En daar is Tess. Nee, dat is Bella niet. Nee. Dat is Babette. Babette, de moeder van Bella. Heel goed. En Babette is 1,28 hoog, hebben we net in het paspoort gezien. En Bella dit is 6 centimeter groter. Ja, hallo schat. En dit is er zo'n Rakker. Ja, Rakker is van vorig jaar. Mei geboren. Is nu bijna een jaar. Dat doet hartstikke goed. Ik heb af en toe al een beetje hengsten streken. Maar dat hoort erbij. Oh, hij is wel heel mooi. Ja. En wie is de vader van Rakker? Een Engelse, Stisteldown, die staat in Zwelo. Ik had afscheid genomen van Sterren, wat ik bel, wat heel moeilijk was. Ik ben nog niet gelijk gaan kijken naar ponies, want ik vond het eigenlijk een beetje. Toen, na een tijdje dacht ik, oké, weet je wat, ik wil toch wel een nieuwe pony. Nou, ik wou ook sowieso al, maar ik durfde de stap te maken. Heb ik verschillende ponies gezien, zijn we ook naar verschillende gaan kijken. Alleen toen zag mijn moeder op een gegeven moment op Facebook, zag mijn moeder Bella. Toen hebben we filmpjes en foto's van haar gekeken. We vonden haar eigenlijk nog een beetje te jong, alleen ik was helemaal verliefd. Zo, en nu zijn we bij Bella. Mijn eerste keer bij Bel en die voelde een klik. Nou, Bel die was nogal heel erg vlug en ze was echt Speedy Gonzales en je merkte ook wel aan haar dat ze nogal jong was. Maar ik moest en zou deze pony hebben. Ik wou geen ander en al die knapen, die moet ik maar één. Ja, nog maar stappen. Beetje doorlopen.
doorstappen. Dat is eraf. Ik moet stappen, maar dit is eraf. Kom even stappen. De dag dat ze kwam. Nou, om 12 uur zei mijn moeder dat ze thuis zou zijn. Dat ze zou vertellen of ze goedgekeurd was of niet. Dus dat ik extra lang zou wachten en ook extra zenuwachtig zou zijn, eigenlijk wel. En dus om 12 uur kwam mijn moeder niet. Nee, ze kwam veel eerder. Ze kwam volgens mij 11:30, iets in die richting. En toen kwam mijn moeder veel met de kamer. En uiteindelijk kwam mijn broer ook nog binnen van met een liedje. Ik ken mijn pony. Dat vond ik wel heel grappig. Toen zijn we naar beneden toe gegaan. Tas, hij is voor jou. Zo, Bel heeft lekker voer gekregen. De meisjes zijn even, weet ik niet, aan het doen. Poetsen, zadelen, nog meer van dat soort dingen blijft ze altijd netjes staan. Ik ben met Bel ook nog naar heel veel evenementen geweest. Bel is in haar eentje naar haar trouwdag toe geweest. We zijn naar Horse Event geweest. We zijn naar Boekelo geweest. Ach, het was heel fijn om met haar daarheen te gaan. Ze was ook super braaf. 3. Zijn jullie klaar voor? 2. Zeker weten? 1. Ja, kom maar! Heel goed. Dan ga ik stappen, jongens. Stappen bij mij. Nou, daar zijn ze hoor. Hart voor paarden. Maar wat schet onze verbazing. Ze rijden hier samen met de cowboys. Oké. Hallo. Oeh. Dat is een nou, dat is klaar. Het Belgica. We hebben even een korte pauze en dan. Hoi. Zo. Nou, heel goed doe. We zijn bij de WOS. Kijk daar. En die maken een film. Kijk daar. En foto's. Daar. Voor trouwen voor één dag. Dus zullen we zo eventjes gaan vragen hoe het nou precies zit. Ik heb ook heel veel geoefend met vrijheidsbestuurs. Ik kan ook flamen. Geen flamen wel? Ja, dat hebben jullie waarschijnlijk al gezien.
Ze kan een kusje geven, ze kan een beetje, nou, ze kan buigen. Ze kan buigen met één been en met drie benen. Ja, met drie benen. En ik probeer ook de Spaanse pas aan te leren, alleen wel is niet echt zo Spaans. Wel is meer een Nederlander, hè? Ja. Yeah. Nee. Want we begonnen wel met balkjes en kruisjes, alleen af en toe ging ze er gewoon niet overheen. Dat is met alle paarden zo, gaan er af en toe niet overheen. Alleen wel was het op het begin heel vaak en ik vond het ook niet zo leuk. Maar ik heb doorgezet totdat ze uiteindelijk wel gewoon dit heeft gesprongen. En zelfs hoger. En daar ben ik super trots op, want ze heeft het, we hebben er toch doorheen gezet. En hoe ze nu springt, ze weigert af en toe nog, maar dat is niet heel vaak. En ze springt er overheen. Ik heb laatst ook nog super hoog met haar gesprongen. Volgens mij was het 80 centimeter. Echt super cool. Ik moest alleen mijn benen eraan houden, niet zoveel met mijn handen doen en ze ging. Ik moest haar vertrouwen geven en dat gaf ik haar. Op heel de wereld. Lief, klein, licht en ik hoop dat ze
een goed thuis krijgt. Tot ze leuke vriendjes en vriendjes. En tot ze het net zo goed krijgen met zoals ze. Vandaag gaan we de tweede video opnemen in de serie Bella verkopen. Wat gaan we vandaag doen, Tess? Wij gaan vandaag foto's maken. Waarvan? Van Bella. Dat snap ik. Voor de verkoop. Ja. Wat we nu aan, wat heb je vanochtend eerst gedaan? Ik heb haar gepoetst, ik heb haar beetjes gewassen en haar hoeven. Waarom doe je je ogen dicht? Ik heb last van de zon. Doe even je ogen open. Ja, dank je. Daarom heb ik een petje op. Je hebt de beentjes gewassen en je hebt haar gepoetst. Ja. Dus het is helemaal mooi. We gaan nu heel veel verschillende soorten foto's maken, zodat iedereen snapt wat Bel is, hè? Ja. Ja. Ik ga ook nog zonder zadel achterstevoren ondersteboven op Bel zitten. We gaan het allemaal meemaken. Je begint natuurlijk eerst met een schone pony. Dus dat was stap 1. Zijn benen zijn gewassen, hoeven zijn gewassen. En Kim is nu de knotjes aan het maken, want ik kan dat niet. Nee. Dan hebben we daar Erna! Erna is onze stalfotograaf en bijna alle foto's die wij hebben, die zijn van haar. Dus ze heeft een eigen Instagram account waar ze niet altijd actief op is, maar nee, wel foto's laat zien. Want daar kan je ze er paar. Ja, precies. Maar eigenlijk doet Erna het altijd bij ons. En nu is het dus de kwestie van even wachten tot ons kindertje klaar is. En dan gaan we starten met de fotoserie. Ja. Erna, wat is belangrijk bij foto's als je ze gaat verkopen? Goede foto's, goede standfoto, dat je ze eigenlijk van alle kanten kan zien. Dus van een beetje schuin van de voorkant, goed van de zijkant, dat je kan zien wat de mooie rug ze heeft. Oké, okay. Van haar kont ook? Nou, als je van een lekker kontje houdt. Ja, nou ja, ze hebben een mooie staart. Ja, dat is wel waar. Ja, kan een beetje achterstevoren, ja. Nou, dus dat gaan we eerst doen. En wat doe je met de achtergrond? Ik neem aan dat we niet deze plasbalen op de achtergrond zetten. Het is neutraal. Ze denken, we hebben daar de parkeerplaats. Ze hebben die mooie bomen, mooie bosjes. En dat staat netjes erachter. Rustig. Okay. Dus rustige achtergrond. Rustige achtergrond, ja. Helemaal goed. Komt helemaal goed. We gaan aan de slag. Ja. Kim maakt dit nog even schoon. Wil je meer tips over voor het paard fotograferen, dan zal ik de video even linken. Want we hebben pas geleden toevallig een video gemaakt over 10 tips. Toevallig. Toevallig. Ja, dat is wel toevallig. Kom zo uit. 10 tips als je je paard Ik weet niet wat er van het hoofd eraf komt, maar ik heb zwarte vingers. Mm-hmm. Nou, hier gaan we de foto's maken. Daar zie je wel allemaal nog niet helemaal bebloeide bomen. Maar deze boom hier staat gewoon helemaal in de plaatjes. En we hebben dan nog leuk dat gele bloemetje op de achtergrond. Dus neutraal, maar toch wel mooi. We gaan ook over van een gezellig touwtje naar een hengstenketting. Omdat dat makkelijker weg te shoppen is. Ik dacht dat het juist andersom zou doen. Ja, dat Ja, Tess moet een beetje op afstand staan. Want de bedoeling is dat de pony op de foto komt en niet speciaal Tess erbij. En Kim staat daar om geluidjes te maken. Ik heb heel erg lijkt met tenen voor. Kan je zo zetten dat ze recht naar voor mij staan? Ja. Oh. Kan je nog even helemaal teruglopen naar die rand? Waar die vast begint en dan in een meisje lopen rechtdoor. Kijk dan. En dat is de staart. Gisteren ik spoot hem maar. Hou maar, hou maar. Ja. Die is ook een houden. Daar sta je, je stond zo mooi. Je stond zo mooi, Bel. Je had wel anders ook. Nou, Erna die controleert even of de foto's goed zijn. Ja. En nu moet ze de volgende positie. Dan met de neus naar het hek toe. Ja. Nu moet ze recht staan. 10 uur paarden geleden. Ja. Oh, maar. Ja, perfect. Mooi. En dan gaan we nu. Ik ben een knapperd. Zonder zadel? Nee, want nu krijgen we nog schuin of zo. Een beetje schuin voor. Schuin voor, hè? Kom maar daarheen. We zijn op de volgende locatie. We hebben hier allemaal mooie paarse lavendel. En nu gaan we wat meer ontspannen foto's maken. Gewoon voor leuk. Wat meer. Nee, nog niet. En zeker niet zoals het er nu uitziet. Maar gewoon wat vriendelijke foto's, minder wedstrijdachtig. Gaan we naar
naar de volgende locatie, dat is het laantje. En dan gaan we daar nog even foto's maken. We hebben nu koolzaad achtergrond. Helemaal leuk te kijken. En nu moet ze alleen maar leuk kijken, maar dat vandaag wil ze niet zo kijken. Ze gaan we weer geluidjes maken. Nou, we hebben nu wat gezellige fotootjes gedaan, dus meer van het algemeen beeld, wat meer ontspannen, minder wedstrijdachtig, wat gezelliger. En nu gaan ze rijden. Tess gaat eerst rijden zonder zadel, want als je namelijk eerst met zadel gaat rijden en het is warm en ze gaat zweten, heb je zweetplekken op de foto, dus dat is niks. Dus we gaan eerst zonder zadel even een paar foto's maken, daarna met zadel en dan gaat Kim rijden. En dan dat zijn weer de statiefoto's, zeg maar. Nou, nu gaan we een paar foto's maken zonder zadel. En dat ga ik ook even filmen voor het filmpje waarin alle gangen te zien zijn en hoe je dan aan het rijden bent. Even de draf met Tess zometeen. Nu gaan we dus over op de foto's van zonder zadel rijden. De draf staat er al op, toen was ik poep aan het scheppen, maar het is dus een draf en nu komt ze in galop voorbij. Nou, Erna die is tevreden, toch? Ja, ik ben tevreden. Hoeveel foto's heb je? 333. Dus zoveel foto's heb je nodig om een verkoopfoto ertussenuit te gaan halen. Want je wil natuurlijk je pony wel op de mooist mogelijke manier eventjes laten zien. Natuurlijk, ja, goed geschoten worden. We waren hier om 9 uur en het is nu 11:30. Dus ja, je hebt wel een halve dag ervoor nodig om dat even te doen. En buiten dat je een echte fotograaf nodig hebt, heb je ook nog de statieruiter nodig. En je hebt ook nog de hulp nodig. En daar hebben we ook nog. Daar. En je hebt ook nog de eigenaar van de pony nodig. Dus al met al is het best wel arbeidsintensief. Maar dan heb je ook al iemand om te filmen. En we hebben Rebecca nodig om te filmen. Want anders heb je nog steeds geen video van je pony die je wil verkopen. En nu hebben we alle drie de gangen. Nou ja, we hebben zelfs middendraf en middengalop er nog bij gedaan. Nou, zo maak je dus verkoopvideo's en foto's van je pony op paard. En nou gaan we dat allemaal achter elkaar zetten en dan iets leuks, moois van maken. Ja. En dan kun je heel goed laten zien aan de toekomstige eigenaar van Bel hoe ze is. Ja.
kijkt naar deze video. Deze week gaan we even iets heel anders doen. Nou ja, iets heel anders. Ander soort video. Vandaag ga ik laten zien hoe ik een advertentie voor Bel zal gaan maken. Nee, ik ga hem nog niet plaatsen. De advertentie komt pas per 1 juli daadwerkelijk online. Dus dan ga ik hem op verschillende websites plaatsen. Toch zal ik die website wel ook even laten zien, zodat je een idee hebt waar je zou kunnen kijken als je een pony zoekt. Maar ook waar je je pony of paard kan plaatsen als je die dus zou willen verkopen. Ik heb niks met de websites, word daar ook niet door gesponsord of wat dan ook. Maar dit zijn wel de websites waar wij zoeken of zouden zoeken en waar wij dan Bella te koop gaan zetten. Bella staat natuurlijk ook gewoon bij ons op onze eigen website. De meeste mensen zullen dat niet hebben. Maar als je dat wel hebt, is het wel handig, omdat je daar al je informatie eigenlijk kwijt kunt. En dan kunnen mensen dus wat uitgebreider dingen lezen, omdat je dat niet per se altijd kwijt kan in een advertentie die op andere websites neergezet wordt. Dus ik ga jullie meenemen naar de computer en dan op de computer laten zien hoe ik dan een advertentie voor Bel maak en waarom ik voor sommige dingen wel kies en andere dingen weer niet kies. Dus ga maar mee. Oké, we zijn nu dus bij de computer en ik heb Word even opgestart omdat ik denk dat dat handig is om eerst je advertentie eventjes in Word te tikken en dan kun je hem daarna kopiëren en plakken naar waar je hem hebben wil. Eigenlijk begin ik altijd, tenminste lijkt mij logisch, met de naam, dus Bella. Maar dat is niet haar volledige naam. Zij heet Bette Akkers. En dan met een comma S, Bella. Nou, het is dan ook handig om daar andere informatie neer te zetten, zoals geboortedatum. Natuurlijk of het een merrie of een ruin is. En hoe hoog ze is, dus de stokmaat. Kleur. En zo zijn er dus een heel scala aan dingen die je aan informatie neer zou kunnen zetten. Ik heb dit natuurlijk allemaal al gedaan. En om jullie niet te vervelen met allerlei dingen die ik aan het intypen ben, pak ik even de website erbij. Zo. En alles staat bij ons natuurlijk al op de website. Nou, ik zal hem helemaal groot maken. Kun je lekker veel lezen, hoop ik. Ik zal hem nog groter maken. Zo. Nou, we beginnen dus met dat Bella een 6-jarige Welspony is. Dat het een C-pony is. Dat vind ik persoonlijk, als ik naar advertentie kijk, ontzettend belangrijk. Omdat je wil een C, een D of een E. En dan kun je alle A en B's wel bekijken. Maar soms wil je dat niet. Dus ik zet er wel bij dat het een C-pony is. Nou, haar volledige naam Bette Akkers Bella. Haar sportnaam is Sweetiebel. Ze is ook al ingeschreven bij de KNS. En nou, bij ons staat er dan wel bij dat ze per 1 juli verkocht wordt. Wij hebben ervoor gekozen om video's te maken. Omdat het handig is als je een paard of pony gaat kopen, zodat je daadwerkelijk kunt zien wat de gangen van een pony zijn. Dit eerste stukje heb ik van Esra gehad. Want dan laten we Bel helemaal overal zien. Ik vond het erg leuk in haar verkoopvideo. Ik weet niet of zij hem gemaakt heeft, maar van een pony die bij haar op stal stond. Die is inmiddels verkocht. Wat ik wel jammer vind is dat in veel verkoopvideo's we alleen dit te zien krijgen. Dus Kim. Nou, Kim is niet de eigenaar van de pony. Kim rijdt Bella bij. Die rijdt dus op een andere manier dan dat Tessa rijdt. En het is ook niet zo dat als je een pony hebt die heel goed netjes kan lopen, dat jij als je die beheersing van het paardrijden helemaal niet hebt, dat jouw pony dan ook per se zo gaat lopen. Hij weet wel hoe het moet, maar dat wil niet zeggen dat jij dat er ook uit kan halen. Dus daar zijn wat meer skills voor nodig. Dus wij hebben ervoor gekozen om, even kijken hier, Tessa apart te doen van Kim. En zo kan je dus zien dat als een ruiter op een andere manier rijdt, de pony dus ook op een andere manier loopt. Dat vind ik persoonlijk in ieder geval eerlijker. En dan kan je ook beter verschil zien tussen hoe jouw dochter of zoon zal rijden als hij nog niet zo ervaren is, of juist als hij wel heel ervaren is. Wij hebben er dan nog voor gekozen om het hele verhaal van Bella te maken. Ik kan me voorstellen dat je dat niet wil of niet kundig genoeg bent met video's maken. Maar voor ons is het wel heel leuk om die video te laten zien. Ik zou hem ook gemaakt hebben als ik geen YouTuber was. Gewoon omdat het leuk is om dat hele verhaal naar voren te brengen. En nogmaals, op zo'n manier weet je veel beter wat voor soort pony je koopt. En waar die vandaan komt, waar die gestaan heeft.
Wat er daarvoor mee gebeurd is, nou komt Bella bij echt een hele leuke fokker vandaan. En dan is het eigenlijk jammer als andere mensen die hierna met Bella aan de slag gaan, dat niet weten. Nicole, waar ze daarna geweest is, dus de moeder. Maar even kijken hoor, bij Nicole, daar is ze gewoon fijn opgeleid. Dus dat zijn dingen die wil ik gewoon graag delen, zodat de toekomstige ruitertjes, want na de volgende zal er vast nog meer komen, gewoon weten wie Bel is. En dan kan je daar ook misschien wat van leren. Natuurlijk heb je verkoopfoto's nodig, daar hebben we een aparte video van. En ook hoe we de video maken. Dus die kan je dan ergens, zal ik die linken, dan kan je hem zien. Wij hebben hier dan een foto van de zijkant, zodat je goed het hoofd en het lijfje kan zien. Hier een staande foto, dan kan je zien hoe de rug hier loopt, zo, en hoe de benen lopen. En hier dan, ja, ik noem het de statiefoto. Daar kan je dus goed zien hoe Bel is. Nou, dan krijgen we naam, sportnaam, schofthoogte, welke ras ze is, dat is ook belangrijk. Maar ook dat ze 300 kilogram weegt ongeveer. Dat betekent, als je uitgaat van maximaal 20% van het gewicht dat belast kan worden, heb je het over 60 kilo, inclusief zadel. Nou, zadel en hoofdstel wordt meestal 10 kilo voor gerekend. Heeft Bel wel een ponyzadeltje. Maar goed, dat neemt niet weg. Dan zal het misschien 7 kilo zijn. Maar dat betekent dus dat je maar 50 kilo kunt wegen om op Bel te rijden. En dat mis ik wel ook in advertenties bij andere mensen. Want ja, voor hetzelfde geld is je dochter of zoon gewoon te zwaar voor de pony. Is niet goed voor de pony. Krijg je rugproblemen of andere problemen. Ligt natuurlijk ook nog aan hoe goed je kunt rijden. Dus al met al is het een pony voor kinderen en niet voor volwassenen. Nou, Bel is geboren op 16 juni. Ik heb haar vader en moeder erbij gezet, omdat er mensen zijn die daar heel erg in geïnteresseerd zijn. Ik vind het zelf minder belangrijk, omdat ja, ik gewoon een leuke pony wil en niet zo heel veel verstand heb, of eigenlijk geen verstand heb van fokkerij of van lijnen waar paarden uit gefokt zijn. Dan willen veel mensen weten waar de pony staat, dus locatie heb ik erbij gezet. En dan bij ons gaat dat per e-mail, er komt wel een telefoonnummer nog bij, maar wij gaan even met een prepaid en een oude telefoon werken, dus dat moet nog geregeld worden. Ik mis, niet vaak, maar soms zitten mensen er helemaal niet bij wat voor karakter een pony of paard heeft. En ik denk dat de mensen dat wel willen weten. Want ik vind het wel belangrijk dat Bel bijvoorbeeld een bevriezer is en dat ze er echt niet tegen kan om gestraft te worden. Er zijn mensen die zijn toch wat anders in de paardensport. Die moeten deze pony dus niet kopen. En ik denk dat Bel daar niet gelukkig van wordt, maar dat is dan één ding. Maar het is ook dat het ruitertje daar ook niet gelukkig van wordt als jij op een andere manier opgeleid bent of daar anders over denkt. Wat ik vaak ook mis is de opleiding. Dus ik heb er wel bij gezet wat de opleiding is. Ik vind namelijk belangrijk dat een paard wat langer de tijd krijgt om de botten en de spieren te laten ontwikkelen. En dat mis ik nog wel eens bij anderen. Dus bij ons is deze is wat later zadelmak gemaakt. Ik heb er dan bij gezet wat haar opleiding is qua dressuur, qua springen, qua crossen, vrijheidsdressuur en dat ze bijgereden is. Dus dan weten ze dat ze ook goed correct gereden is elke week. En dat vind ik persoonlijk wel belangrijk. Nou, dan over het rijden zelf. Wat vindt Bella makkelijk? Wat vindt Bella minder makkelijk? Zo is ze in dressuur heel makkelijk. Maar springen hebben echt wel een tijdje problemen gehad. Nou, die problemen die zijn opgelost. Maar daar heeft ze wel heel veel tijd en moeite in gezeten. En heel veel geduld van Tessa. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen weten dat Bel prima kan springen. Maar dat je daar ook wel iets voor moet doen. Nou, buiten rit is het een brave Bassie, dus daar had ik niet zo heel veel over te vertellen. Dan heb ik de wedstrijden erbij gezet en dat we haar nog gaan uitbrengen. Dan op stal, ja, ze is gewoon een brave Bassie, dus ook al deze dingen gaan makkelijk. Dat zie je eigenlijk wel bij alle advertenties staan. Dan nog over Bella als YouTube pony. Wanneer ze voor het laatst gekeurd is. Ik ga meer over keuring vertellen in een andere video. Waarom wij niet kiezen voor een verkoopkeuring. Maar dat legt de dierenarts allemaal uit. Dus dat is een hele interessante video die jullie later kunnen zien. En dan verkopen wij Bel ook nog eens een keertje met al haar spullen. Vaak zie ik wel dat er bijvoorbeeld zadel tegen meer prijs enzovoorts bij kan. Maar eigenlijk vind ik dat een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen? Minder handig. Kijk, het zadel van Bella is op maat gemaakt voor Bella. En dan kan ik het wel over gaan zetten op een andere pony. Maar ik wil eigenlijk dat Bella de rest van haar leven
met een goed zadel rondloopt. Nou, als jij een beetje goed bent met je zadel, kan een pony daar heus heel erg lang mee doen. En misschien niet haar hele leven, maar wel heel lang. Dus ik wil helemaal niet dat ze verkocht wordt zonder haar zadel. Want daar hebben we heel veel tijd, expertise, moeite en geld in gestoken. En waarom zou je dan je pony zonder zadel verkopen? Ja, de prijs wordt wat duurder. Aan de andere kant hoeft die persoon niet helemaal op zoek te gaan naar een zadel. Of hebben we kans dat er een zadeltje op pijl gelegd wordt wat niet bij haar past. Met gevolg dat ze rugproblemen kan krijgen. En dat wil ik eigenlijk voor Bel niet, maar voor een nieuwe ruiter ook helemaal niet. Nou, dan krijgt Bel haar hoofdstel en haar dekens en alle andere spullen ook gewoon natuurlijk mee. Ik wil dat ze in een net pakket naar het volgende ruitertje gaat. En dat die alle spullen heeft om lekker met haar aan de slag te kunnen. En als je dan op smaak of iets anders wil kopen. Dat is natuurlijk helemaal aan jezelf, maar ik wil wel zoveel mogelijk aan haar meegeven. En ja, dat zijn dure spullen, dus daar vraag ik ook extra geld voor. En wil je dat niet, kan ik me dat voorstellen, maar ik wil heel graag dat ze verkocht wordt met die spullen. Dus ik denk dat als je daar duidelijk over bent, dan weet een koper alvast van nou, dit wil ik wel of dit wil ik niet. En dan kies ik desnoods voor een andere pony als ik dat allemaal niet wil. Ik heb er ook bij gezet wat voor kopertje we zoeken, of koper, want dat zijn meestal de ouders. Zodat ja, er geen teleurstellingen komen. Niet dat als jij 12 bent en bij wijze van spreken, ik noem maar wat, 60 kilo weegt. Ja, dan ben je ongeschikt om op Bel te rijden. En dan kom je aan en dan moeten wij zeggen, nee, gaan we niet doen. Nou, dat vind ik niet fijn voor het nieuwe ruitertje. En ja, ik vind het niet fijn voor Bel. Dus ik wil dat gewoon voorkomen. En dat mis ik ook wel in veel advertenties. Dat mensen daar toch niet zo heel duidelijk in zijn. Sommigen zetten er wel bij, zijn op zoek naar een ambitieus ruitertje. Ik denk, ja, wat is een ambitieus ruitertje? Misschien is het handig om daar iets meer over te vertellen, zodat er geen mismatch ontstaat. Nou, dan nog meer informatie. En we hebben er dan voor gekozen om nog heel veel foto's toe te voegen. Zodat je op je gemak eventjes kan kijken van, joh, wat voor pony is het? En uit verschillende hoeken. En dat je de kleur goed kan zien. En uiteindelijk kan je bij ons natuurlijk altijd terecht op YouTube en op Instagram. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk zelf ook een Instagram account. Of misschien zelfs wel een YouTube kanaal. Dus ik denk van, waarom zet je het dan niet bij in je verkoopstukje? Of op website, zodat mensen gewoon even kunnen scrollen. Niet iedereen wil openbare profielen, dat kan ik me voorstellen, dus dan houdt het op. Maar misschien kan je dan wel zeggen van joh, ik voeg je toe als je meer foto's wil zien. En dan kunnen mensen ook andersoortige foto's gewoon eventjes bekijken of misschien wel stukjes video. En ik denk dat je dan een veel completer plaatje krijgt van hoe je pony is en wat voor ruiter daarbij zou passen. Nou, als je dat allemaal opgeschreven hebt, dan krijg je dus dit hele verhaal waar ik net doorheen gelopen heb. En dit zou je dus kunnen kopiëren en dan heb je op bijvoorbeeld Facebook heel veel pagina's paarden en ponies te koop. En dan ben ik dus lid geworden van deze. Er zijn er nog veel meer, dus je kunt ook lid worden van andere. Van die besloten groepen zijn het meestal. En dan zie je ze gewoon voorbij komen op je eigen tijdlijn. En dan heb je hier dus mensen die paarden en ponies zoeken en die ze verkopen. Eentje terug. En nou, hier ben ik dan niet lid van, maar hier zou je natuurlijk ook gewoon prima kunnen kijken. Ik vind wel sporthorses meestal leuk. Dus hier kan je dan ook de nodige paarden en ponies. Daar is ook een website van, die zal ik zo even laten zien. Dus hier zou je hem te koop kunnen zetten. En dan hebben we nog deze paarden te koop. En hier kan je dus zelf gewoon advertenties maken met je foto's en je video's. En dan kan je dus kijken naar zoeken naar een paard of pony of hem te koop zetten. Dat is op Facebook. Dan heb je natuurlijk een marktplaats. Nou, ik ga even niet inloggen. Maar dan zoek je gewoon op pony. Pony te koop. Dan krijg je eerst van alles wat je niet wil. Maar hier heb je dan pony. Dieren en ponies en paarden. Deze moet je hebben. En dan kan je hier dus ook nog zien van hengst, merrie enzovoorts. Dat soort zoeken. Maar je kan hier dus gewoon plaats advertentie. Nou, dan moet je inloggen. Dat kan ik. En dan kan je hier dus zelf beginnen met het maken van advertentie. En je paard of pony hier aan toevoegen. Zoals gezegd, wij gaan pas per 1
jullie wel verkopen, dus ik ga dat nu niet invullen. Sporthorses, advertentieplaatsen, precies hetzelfde. Dan heb je hier nog e-horses, die is wel meer Duits gericht, maar dan nog kan je hier prima je paardenpony te koop opzetten. Nou, en wat ik zei, we hebben hem dan op onze eigen website staan. Nou, dit is dus hoe ik het doe. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jij het ook zo moet doen of dat iedereen dat zo doet. Het zijn keuzes die wij maken. En ik wilde gewoon even een voorbeeld laten zien, zodat je ja, daar zelf je eigen ding van kunt maken of je eigen manier van een advertentie maken. Leuk dat je gekeken hebt. En per 1 juli kun je dus onze Bel waarschijnlijk op deze websites ook vinden. En ze staat natuurlijk op onze website. Wil je meer informatie alvast over Bel, kun je dat op onze website lezen. En mocht je echt heel graag Bella willen kopen en al zover zijn dat je ouders dat ook willen. Of misschien een vader of moeder zijn die denkt, hey, dit is de pony voor mijn dochter of voor mijn zoon. Dan kun je ons altijd mailen. En dan kijken we verder of het voor zowel jullie als voor ons passend is. Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ben ik bij Frank en Leslie, een paard met draadhors. Welkom. Dank je. We gaan het hebben over keuringen. Ik heb er speciaal voor gekozen om hierheen te gaan. 1, omdat ik van verschillende mensen had gehoord dat het een fijne kliniek is die betrouwbaar is. Dus ik had een mailtje gestuurd en toen heb jij geantwoord. Klopt, dankjewel. Okay. Je had een vraag over keuringen. Ja, ik heb een vraag over keuringen. Wij hebben nu 2 ponies en een paard gekocht. En toch merk ik dat er best wel veel vragen over zijn. En ik denk dat het dan handig is als we dat gewoon een keertje op video uitleggen. En daarom heb ik jou gemaild. Ja, hartstikke goed. Ja, in het begin is het natuurlijk even uitpakken, wat is een keuring en waarom keur je eigenlijk? En waarom keur je? Wat mijn idee van een keuring is dat je eigenlijk een inschatting wil maken, een idee wil maken van de paard of de pony die je wil kopen. Van past die medisch gezien bij wat ik wil gaan doen? En zitten er risico's aan? Waar moet ik rekening mee houden? Zijn er dingen in het management waar ik speciaal op moet letten? En hoe bedoel je in het management? Nou, bijvoorbeeld als je weet van bij een keuring kun je een inschatting maken van de kwaliteit van een been, van een rug, van een hoef. En dan weet je dat ene paard is niet het andere paard. Sommige paarden hebben meer aandacht nodig voor het perfect liggende zadel. Andere paarden hebben wat meer aandacht nodig voor qua beengebrek of hoefkwaliteit. En dan, dat is wat je eigenlijk met een keuring doet, is je maakt een inschatting van de kwaliteiten, maar ook de risico's van het paard. Ja. En daarbij kijk je van passen die risico's bij mij in eerste instantie? Of vind ik iets bij wat ik wil gaan doen, vind ik dan te hoog risico of een niet acceptabel risico? En wil ik daarmee dat risico niet aan? En gaat het daardoor niet door? En aan de andere kant, als elk paard wat gebruikt wordt, kan wel wat aanmerkingen hebben. En geen enkel paard is helemaal perfect. Het kan prima zijn dat je daarmee een leuke toekomst tegemoet gaat. Maar het is wel fijn om dan van tevoren al te weten van waar moet ik rekening mee houden of wanneer waar moet ik op letten en wanneer moet ik aan de bel trekken erbij. Dus als ik kijk naar mijn eigen paard, dan kocht dat eigenaar van tevoren al gezegd van die heeft niet zomaar zadel op de rug liggen. Die heeft echt wel een goed zadel nodig, want anders valt er niet op te rijden. Dat bleek ook zo te zijn. Maar dat heeft ze van tevoren aangegeven. En nou ja, goed, dan koop je 1 keer een duur zadel of dat laat je aanmeten en dan ben je klaar. En zo zijn er dus ook andere dingen die zouden kunnen zijn die acceptabel zijn. Absoluut. Ja. Zoals? Nou, je weet bij paarden die bijvoorbeeld op hoger niveau hebben gelopen en die daarna willen gebruikt worden als juniorenpaard of juniorrijderpaard. En die best wel wat slijtage kunnen hebben hier en daar, maar daar prima mee kunnen functioneren. En dan is het inderdaad iets van dat je moet weten van hoe min ik dat? Heb ik een bepaald speciaal beslag nodig daarvoor? Heb je toch misschien af en toe een behandeling nodig om daar langer mee te gaan? En is dat dan in de zin van een dierartsbehandeling of bedoel je ook iets als een chiropractor? Ik denk dat alles bij elkaar inderdaad. Ik denk altijd, we zien zelf eigenlijk mezelf altijd een beetje als speel daarin. En dan een dierenarts een beetje aangeeft van, eerst die hebt een diagnose van het paard. Je kijkt van, hoe zit het paard in elkaar, welke problemen heeft hij? En dan voor een probleem is het echt niet nodig dat altijd door een dierenarts behandeld wordt. Maar dan kan inderdaad de chiropractor kan dat. Of je moet inderdaad zeggen van, ik bij dit paard die is zo gevoelig op zijn rug, daar moet de zadelmaker wel elk half jaar controleren. Ja. Paarden die makkelijker gebitsproblemen hebben. Of gevoeliger zijn voor voedingsveranderingen. En daarmee kan je dus inderdaad een inschatting maken van welke mensen om je heen heb je nodig om dat zo goed mogelijk te begeleiden. Om het voor jou en voor het paard zo plezierig mogelijk te maken. Dus het wil niet zeggen dat het een
je paard iets mankeert of gevoelig is op iets, dat niet per se afgekeurd hoeft te worden. Nee, absoluut. Ik denk wat we tegenwoordig ook hebben, is dat we niet zo graag meer praten over afkeuren of goedkeuren. Okay. Wat we hebben eigenlijk is dat we maken een risicoanalyse. En die risicoanalyse is heel gebaseerd op wat wil jij met het paard en hoe zie je de toekomst met dat paard. Yeah. En dan gaan we kijken. En we zijn natuurlijk tegenwoordig hebben we steeds meer mogelijkheden met beeldvorming. En we kunnen röntgenfoto's maken, we kunnen echo maken, zoals MRI, scintigrafie. En daarmee kunnen we steeds meer inschatting maken van wat zijn bij dit paard de veranderingen daarin. En dus ook van zijn daar risico's aan verbonden. En sommige risico's zullen absoluut geen probleem zijn voor het beoefenen van de sport. En dat is dus een beetje afhankelijk van je eigen wensen en ook je eigen ervaringen. Dus eigenlijk moet je het idee van een perfect goedgekeurd paard eigenlijk ook loslaten. Ja, als je een heel jong paard koopt, kan het best zijn dat je daar nog helemaal niks van ziet. Maar een paard wat al enigszins wat gedaan heeft, vind ik het niet abnormaal dat je daar soms als slijtage in ziet. Nee. Oké. Dus dan weet ik dat ook weer. Ze worden niet allemaal 100% goedgekeurd. Dan heb je een paard gevonden, dan kom ik bij jou en dan zeg ik, nou, ik wil graag dat je mijn paard keurt. Wat is er allemaal mogelijk? Ja, het eerste moeten we inderdaad dan even een gesprek houden over van wat jij inderdaad wat je wil gaan doen met het paard. Dat we samen kunnen besluiten inderdaad wat voor soort keuring. En wat voor soort keuring heb je? Het begint bijna altijd met een klinische keuring. Ja. En met een klinische keuring wat we kijken is inderdaad dat we kijken het paard na, we voelen het paard helemaal na, we laten hem lopen, we luisteren hem na, we kijken zijn ogen na. Vaak nemen we standaard ook bloed af wat we bewaren of nakijken op bepaalde afwijkingen. En dan hebben we dus een idee van hoe is het paard. En dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte van wat zien we afwijkingen in het bewegingspatroon. En zien we afwijkingen inderdaad aan de botten, pezen, spieren, het gebit en dat soort dingen. Daarna maken we vaak een röntgenologische keuring. Dus dan maken we foto's van de benen waar we eigenlijk uitgaan van de plekken waar de meeste afwijkingen zitten of zaten. Daar maken we een set foto's van om te kijken of zijn die inderdaad binnen normaal. En is dat eigenlijk aan te raden om dat altijd te doen of is dat niet altijd nodig? Het is een beetje afhankelijk van ik denk dat als je foto's maakt dat je daarmee meer weet over je paard en dus een betere inschatting kan maken van dat paard. En in sommige gevallen kun je best zeggen van, het is, als die klinisch gewoon goed is, is het niet nodig om daar, en er zijn geen afwijkingen bij, is het niet direct nodig om daar foto's van te maken. Maar het geeft je wel meer informatie over zo'n paard. Voor mezelf zou ik zeggen, voor mij zou het een stukje zekerheid meegeven. Het zal nooit 100% zijn, denk ik. Nee. Maar het geeft wel een fijner gevoel als je foto's laat maken. Ja, precies. En dus daarmee koop je misschien iets makkelijker. Ja, en dan zit je misschien ook gewoon zelf prettiger erop. Op het paard. En ook in aan de andere kant, je weet meer over je paard. Dus je weet ook als er kleine afwijkingen zijn waar je op moet letten. En dan kan je aangeven, let op hier op dit plekje, wat dat niet meer gaat stellen. Of dat iets warmer wordt of pijnlijker wordt. Okay. Let op je bepaald paard weet en je weet dat er een bepaalde blessure bij zit. Let op met deze oefening, doe die niet te vaak. Let beter op de symmetrie hier of daar. En daarmee kun je dus inderdaad wel meer handvaten geven om het paard gewoon langer mee te laten gaan. Dat is sowieso heel prettig. Er zijn natuurlijk ook paarden die uitstekend nog blessuur kunnen lopen, maar misschien niet zo vaak met de springen. Nee, er zijn aandoeningen die inderdaad meer te lijden hebben bij het springen dan met blessuur en andersom. Dus ik denk inderdaad dat je daar een inschatting van kan maken. Naast röntgenologische onderzoek heb je dan ook echografie. Wordt tegenwoordig nog niet standaard veel gedaan. Nee, dat, het moeilijke ervan is dat de interpretatie natuurlijk wat subjectiever is. Dus iemand moet dan goed kunnen echoen om daar een goede kwaliteit beelden van te krijgen en ook genoeg ervaring hebben om daar iets over te zeggen. Uh-huh. Maar aan de andere kant zien we dat de meeste problemen momenteel bij paarden en sportuitvallen toch steeds meer peesblessures worden. En blessures die niet te zien zijn op foto's, maar wel op echografie. Dan dezelfde keuring kan je nog uitbreiden met allerlei andere onderzoeken. Mocht er aanleiding voor zijn of mocht je inderdaad in het verleden daar ervaring mee hebben dat je dat... Ja, dat zei je tegen mij. Dat vond ik wel echt een dingetje. Dingen waar je gevoelig voor bent. Nou ja, jullie weten allemaal dat ik heel gevoelig ben voor hoeven. Dus ik wil altijd de hoeven op de foto hebben om te weten of het een dunne of een dikke hoefbed is. Maar dat zit er eigenlijk standaard in. Maar er zijn meer mensen die gevoelig zijn voor dingen. Heb je voorbeelden? Nou ja, absoluut. Als je mensen hebt die al een paar keer een paard hebben gehad waar het fout ging op rugproblemen.
dan zullen die gevoeliger zijn voor een paard die een milde vorm van Parkinson's pijn heeft. Terwijl een milde vorm van Parkinson's pijn helemaal geen probleem hoeft te geven. Oké. Dus als dat is zo'n beheersbaar iets wat je met behulp van bepaalde specialisten nog heel prima zou kunnen managen? Ja, waar we ook nog niet, helemaal zeker weten van welke vorm van Parkinson's pijn geeft daar nou geeft pijnlijkheid en welke niet. En dat is, we weten wel dat er, het is natuurlijk makkelijker dat je heel slecht de rug ziet op de foto. Dan is dat natuurlijk een heel duidelijk, is een heel goede rug op de foto, is dat ook een heel duidelijk antwoord. Maar daartussenin zit er heel veel. En dan is het natuurlijk bij een rug moet er natuurlijk zoveel bij kijken. Van zijn er geen subtiele kreupelheden, hoe is het management, hoe kun je, ja, hoe is je eigen rij kunt. En dat ja, als je een slechte ruit op een paard zet, kan hij daar ook rugpijn van krijgen. En als dan foto's worden gemaakt en er blijkt dat daar wat richting Kissing Spine in komt, krijg je dat natuurlijk al gauw de schuld. Ja. Waar je eigenlijk al van tevoren wist van die Kissing Spine was er en dat ruggebruik van het paard was goed. En dan weet je van ja, ik moet toch verder kijken dan die Kissing Spine naar management vrij kunt. Nu wordt er in Nederland eigenlijk nog niet standaard of eigenlijk weinig gekeken naar mensen die op een paard zitten terwijl er een keuring gedaan wordt. Maar het kan wel, heb ik begrepen. Ja, absoluut. Ik denk ook dat dat een verstandig iets is om in ieder geval bij een keuring ook videobeelden te hebben van jezelf op het paard. Om dat eventjes te laten zien. En zeker vanaf een bepaald niveau is het wel handig ook om tijdens de keuring ook gewoon het paard bereden te hebben. Dat is toch de manier waarop je het paard gebruikt daarbij. Meestal wel, ja. Het lastige is dat het voor een keuring voor Nederlandse begrippen dat het standaardiseren, wat we natuurlijk graag willen. We willen graag een zo duidelijk mogelijk antwoord geven wat aan bepaalde standaarden zit. Dat het een stuk moeilijker is om dat onder het zadel te doen. Omdat je hebt daar veel meer factoren. Wie rijdt op dat paard? Ik kan niet goed rijden, kan ik niet goed rijden? Hoe was het harnassement op dat moment? Dus wat we natuurlijk proberen om zoveel mogelijk een medisch antwoord te geven, wordt dan toch wel wat gecompliceerder. Omdat je daarbij ook gewoon een rijtechnisch en management factor in. Maar ik kan me wel voorstellen, je zei net Kissing Spines en een slechte ruiter, dat is niet de ideale match. Dus dan zou het wel mogelijk of handig zijn om te zeggen van nou ja, weet je, rijd er even op. Dan kunnen we in ieder geval uitsluiten dat jij een hele slechte ruiter bent die misschien beter niet of niet goed bij dit paard past. Ja. Ja, ik denk dat zeker, dat als je zulke afwijking hebt, dat klinisch onderzoek dus inderdaad moet bewegen. Het voelen van je rug, het goed aanvoelen van je rug, het bewegen, zowel zonder ruiter als met ruiter. En het verschil daartussen, dat absoluut extra informatie geeft. Oké. Dus dan weten jullie dat je dus ook kan vragen, wil niet zeggen dat iedereen eraan wil voldoen, hier voldoen ze er dan wel aan. Maar dat je dus kunt vragen dat als jij een keuring doet, dat je best even op het paard kan rijden en dat zo'n dierenarts, of veearts moet ik eigenlijk zeggen, die kan dan daar ook even naar kijken en misschien nog wel een paar tips meegeven of in ieder geval daar iets van vinden. Oké, nou dan ga je dus laten keuren. Er zijn allerlei keuringen. Wat is nou de ideale keuring? Ja, dat is heel afhankelijk inderdaad van de persoon. Dus voor mij is de ideale keuring is eigenlijk een aankoopkeuring. Dus iemand komt naar mij toe en die zegt van nou ik wil dit. Hè, dit zijn, ik rij op momenteel rij ik op dit niveau. Ik wil een paard wat voldoet aan dit niveau. Dit is de toekomst. Allerlei zijvragen van wil ik een paard kunnen verzekeren en wil ik een paard misschien nog ooit verkopen en dan moet je ook rekening houden van wat misschien wat voor die persoon geen probleem is maar voor een ander wel een probleem kan zijn. Het verkopen wel een probleem kan zijn en dan maak je daar eigenlijk een soort beeld van en met dat beeld ga je kijken naar dat paard van ja, hoe is dat paard en welke risico's heeft dat paard en past dat paard inderdaad qua risico's voor de gezondheid bij de ruiter. Ja. Nou weet ik dat er ook verkoopkeuringen zijn. Je ziet steeds meer op Marktplaats, Sporthorses enzovoorts dat het paard al gekeurd is. Ja. Heb ik iets aan een verkoopkeuring? Nou, op zich wel. In Nederland is het natuurlijk een van de weinige landen waar dat veel gebeurt. Mm-hmm. Dat komt natuurlijk ook omdat we een vrij handelsland zijn. En omdat er natuurlijk ook de vraag is bij met name jonge paarden, om te weten van zijn ze trainbaar? Zijn er problemen waardoor het eigenlijk weinig loont om die investering aan te gaan om inderdaad met dat paard te gaan trainen? En daarom worden vaak die paarden, worden er al foto's gemaakt om uit te sluiten. Inderdaad, wel zijn er forse problemen, zijn er OCD-fragmenten, is er een spat, is er hoefcontrole, dus het oude niveau of het stijlbeentje. En dat geeft absoluut geeft dat informatie. Alleen is het daarbij, als je voor verkoopkeuring, weet je natuurlijk niet specifiek voor iemand
wat hij wil gaan doen met dat paard. Nee, dat en wat zijn eerdere ervaringen zijn. Van, dat, van, heeft die persoon al ervaringen met peesblessures? Is hij daar erg gevoelig of angstig voor? Is het een handige ruiter of juist geen handige ruiter die inderdaad de rug soepel kan houden? En dus met een verkoopkeuring kun je veel minder specifiek, denk ik, voor de eigenaar adviseren. Dan je bij een aankoopkeuring kan doen. Dus eigenlijk, een verkoopkeuring is een leuke start, maar je adviseert daarnaast altijd nog een aankoopkeuring. Nou, sowieso, als je een paard wil kopen, dan zou je een klinische keuring zou ik gewoon altijd laten doen door een onafhankelijke dierenarts. Dus een dierenarts die niet de eigen dierenarts van de, in principe van de eigenaar. Of, en er kunnen wel eens redenen voor zijn dat dat juist wel zo is. Als een paard bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen heeft en je weet daarvan en dan wordt daar goed mee gemanaged, dan kan het weer simpel zijn om juist wel die dierenarts, te gebruiken, omdat die precies weet van dit is er aan de hand en zo hou je hem aan de gang. Maar dan krijg je ook daar de juiste informatie. Dus het hoeft geen probleem te zijn om je eigen dierenarts te laten keuren? Nee. Oké. Okay. Het is alleen natuurlijk van als je een andere dierenarts gaat kijken, die kijkt gewoon fris naar. Ja. En die heeft geen belangen. Die kent het paard niet. Ja, geen belangen, maar ook niet dat hij al een beeld heeft van dat paard. En dat kan natuurlijk, ik denk dat bij een frisse start dat ook een gezond iets is. Heel goed. Nou, er zijn verschillende videobeelden natuurlijk al van keuringen. Er gebeuren ook allerlei dingen met videobeelden. Hoe sta je daar tegenover? Nou, op zich zijn wij wel positief, staan we over het video van een keuring, omdat het maakt het meer duidelijk van waar bestaat de keuring uit. Bovendien heb je het altijd voor alle partijen, heb je het gewoon liggen en kan iedereen kijken waar bestond de keuring uit en hoe zag het er toen uit. Het lastige, de enige kanttekening die ik altijd bij heb, is het beoordelen van de video's. Ja. Dat vaak toch altijd een subjectief iets blijft. En een video is toch niet zoals je hem bekijkt in het echte paard. Nee. Dus als je met terugwerkende kracht en met meer kennis naar een oude video gaat kijken, kan het best zijn dat je daarop dingen opvallen die je in eerste instantie niet zag. En bovendien zijn er dan ook verschillende meningen. Het recente geval waarbij er inderdaad problemen zijn geweest over het verzoenen van de keuring, merk je dat dezelfde video eigenlijk naar heel veel dierenartsen over de wereld verstuurd is. En daarbij heel veel verschillende meningen terugkwamen over hetzelfde paard naar aanleiding van de video. En dat is ook iets wat eigenlijk blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Er is ook gewoon onderzoek naar gedaan dat zet dierenartsen bij elkaar in een ruimte en laten ze dezelfde film zien. Dat ze daar toch hele andere conclusies uit kunnen komen. Dus ik denk, een video is absoluut waardevol om erbij te hebben. Maar het vervangt absoluut niet in real time gewoon kijken naar het paard en het paard voelen. En nu heb je mij een formulier gegeven en dat was eigenlijk een verkoopsverklaring. Klopt. Wat kun je ermee, wat kun je er niet mee? Nou, wat veel mensen niet weten, als een paard hier gekeurd wordt, is het natuurlijk een momentopname. Ja. En op dat moment beoordeel je een paard, kijk je van is dat paard, hoest hij op dat moment, maar hoest hij toevallig niet. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat er niet iets geweest kan zijn in de afgelopen tijden. Met de kreupelheid precies hetzelfde, hij kan perfect lopen op dat moment. Terwijl hij in de weken daarvoor toch wel problemen heeft gehad, of wel rust heeft gehad, of waardoor het minder duidelijk is op dat moment. Dus wat er bestaat zijn gewoon verkopersverklaringen, die eigenlijk samen met de verkoper invult, waarin de verkoper verklaart dat hij het paard niet behandeld is, dat hij of die allergieën heeft, of die gewoon vol in arbeid staat. En dat je in ieder geval daarover gesproken hebt en ook een soort wit hebt staan, dat daar geen verrassingen uitkomen. Goed. Ik zal een link hieronder plaatsen naar dat formulier. Mocht je dan een paard gaan kopen en misschien zelfs willen laten keuren, kun je het formuliertje even downloaden en dan kan je het zelf even invullen. Ik begrijp dat jij het vooraf graag ook even ziet, het formulier. Nee, ik wil in ieder geval besproken hebben dat mensen weten dat het bestaat. Okay. En dat ze dat inderdaad eventueel kunnen invullen als ze dat willen. En mochten daar inderdaad dingen naar voren komen over allergieën of iets anders wat besproken moet worden, dan is dat natuurlijk absoluut. Dus bekende dingen zijn natuurlijk staart- en maaneksem, waar je in bepaalde delen van het land daar wel last van hebt, bepaalde delen van het land daar minder last van hebt. En dat is natuurlijk, als je maar weet dat zo'n paard daar last van heeft, is het wel belangrijk om dat inderdaad van tevoren te weten en te besproken te hebben van hoe gaan we dat aanpakken. Ja.
Nou, op het moment dat je dan een pony gevonden hebt, in mijn geval of een paard, en dan gaan we met jou een afspraak maken, dan ga je het keuren. Ja. En dan zijn er toch wel wat dingetjes die je van tevoren misschien al zou willen weten. Ja, als we zo, indien dat beschikbaar is, is dat inderdaad altijd fijn. De vraag is een paard eerder al gekeurd, zijn al eerder foto's gemaakt. Is het handig om die foto's alvast te sturen en alvast te bekijken daarbij. Letten we ook dat we het liefst we altijd in het originele formaat, dus in Dicom formaat, opgestuurd hebben. Dicom? Dicom. Ja. Dus we willen geen JPEG. Nee, JPEG zijn tegenwoordig met de apparatuur wel redelijk goed te beoordelen. En het makkelijke van JPEG is dat ze ook makkelijk via de mail verstuurd zijn. Dicom is veel groter, maar de Dicom die kunnen we in ons programma kunnen we die donkerder maken, lichter maken, vergroten. We kunnen er veel meer over zeggen. En bovendien, met een Dicom formaat is een origineel formaat waar je niet mee kan photoshoppen of iets anders aan kan veranderen. Dus dat geeft ook wel een gerust gevoel daarbij. Oké. Dus dan kan het gewoon via de transfer of op een stuk gestuurd even op? Ja. Of eventueel inderdaad, als je beelden hebt van het uitproberen van de pony onder het zadel, dan zou je die alvast kunnen opsturen, dat we die kunnen bekijken. Dan zien we daar bepaalde dingen op waarvan we zeggen, nou ja, dat heeft speciale aandacht nodig tijdens, tijdens de keuring. Of we kunnen het daar van tevoren al over hebben. Oké. En is het dan ook nog zo dat als je die beelden van tevoren hebt en bepaalde dingen al ziet, dat je dan eigenlijk al kan zeggen van nou, we gaan niet over tot keuring? Dat kan. Gebeurt dat wel eens? Dat gebeurt. Oké. Ja. We krijgen wel eens paarden die waar eerst foto's van gemaakt zijn in Spanje of in Portugal en die geïmporteerd willen worden. En dan krijgen we wel eens foto's inderdaad waarvan we zeggen, nou ja, daar zien we toch dingen op waar ons niet verstandig lijkt om de hele gang om de gang te zetten. En om inderdaad een paard eerst hierheen te halen en dan hier teams keuren. Ja. En dan vervolgens af te keuren om terug te sturen naar Spanje. Ja. Dat is niet anders. Of een negatief advies te geven. Ja, dat was het. We doen niet meer afkeuren, we hebben tegenwoordig een negatief advies. Precies. Oké. Dus je hebt dan een aantal dingen van tevoren nodig. Nou, die gaan we dan verzamelen als die er zijn. En dan doen we dat op de mail. Ja, prima. En dan kan jij dat van tevoren even kijken. Ja, meestal via WeTransfer kan je de grote bestanden gewoon ook sturen. En dan, ja, Dropbox. Precies. Moet lukken. Helemaal goed. Oké, dan tot zover. In ieder geval dank voor al die informatie. Graag gedaan. Mochten jullie nog vragen hebben of hele specifieke dingen willen weten, laat het weten. Zet het hieronder in de comments. Dan gaat Franklin er vast nog wel even naar kijken, denk ik. Of ze stuurt het door en dan kan ik het daarna op antwoorden. Precies dat. En dan komen we daar in de volgende video op terug. Franklin gaat dus de nieuwe pony van Tessa keuren. Welke pony dat wordt, weet ik op dit moment niet, omdat we nog helemaal geen pony gevonden hebben. En we eerst wel gaan verkopen. Verkoopkeuring gaan we dus niet doen, omdat we helemaal niet een ruitertje hebben die al bij Bel past. En dan is het dus verstandiger om als koper alsnog de koopkeuring te doen. We hebben Bel ook 2 jaar geleden helemaal laten keuren, ook röntgenologisch laten keuren. Dus wij gaan die beelden wel opvragen. Het keuringssupport heb ik nog, maar de beelden moet ik even opvragen. Zodat de nieuwe eigenaar die gewoon naar haar eigen dierenarts kan doorsturen en daarna kan laten kijken. Ik wil je bedanken. Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag zijn we met Sabine. En met Bella en Blondie. Vandaag gaan we een eindfotoshoot doen met Bella. Ik vind het leuk, want we zijn gisteren ook al naar het strand toe geweest om even te kijken hoe ze reageren daar. En ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat. Ja, ik ook. En ik denk dat we gewoon hele mooie laatste foto's van Bella gaan maken. En de allereerste foto's van Blondie. Ja. Nou, kom op. Laten we gaan. Doe dat ding dicht. Ja, nou, we zijn nu dus bij het strand aangekomen. Daar gaan we de afscheidsshoot doen van Bel. En waarom op het strand? Omdat het strand eigenlijk altijd heel mooi is. In ieder geval, ik vind het altijd heel mooi. En we zijn nu best wel laat. We zijn, wat is het nu ongeveer? 8:30? 9:00? 8:30. 8:30. Dus dat betekent dat het licht heel erg zacht is. Omdat het een beetje aan het ondergaan is. En we krijgen straks een mooie zonsondergang.
we hebben net een fotoshoot gehad op het strand, de eindfotoshoot. Hoe was dat voor jou, Tess? Emotioneel. Ja? Nu al? Wel? Ja, wel een beetje, want ik weet dat het eraan gaat komen, maar het is alsnog wel echt een beseft momentje. Vond je het leuk? Ja. Wat vond je leuk aan? Weet ik niet. Je hebt al wel een paar resultaten gezien, toch? Dat is waar. Ik wil ze allemaal aan de muur hebben, alleen we hebben niet zo'n grote muur op, met zoveel foto's. Een collagebehang. Ja, nou, het was echt top weer. Echt perfect. Mooi ondergaande zon. Superbraaf ponies. Ze wilden niet altijd stilstaan, maar... ze waren wel braaf. Ze waren wel braaf. En uiteindelijk is het goed gekomen. Er wordt maar opgegeten. Dat is zo. En ja, er zitten echt zoveel mooie plaatjes bij. Foto's. Ja, ik denk dat het wel heel moeilijk kiezen wordt. En dat, dat Tess echt hele mooie foto's heeft van zowel het afscheid van Bel. En van mezelf. En van jezelf. Als van Blondie. Ja. Het is vandaag maandag. Vandaag komt Yu. Yu is waarschijnlijk of is het nieuwe baasje van Bel. Morgen wordt ze gekeurd, maar vandaag komt ze al omdat ze echt niet meer kan wachten. En ze komt deze hele week. Als ze goed gekeurd wordt. En anders kijken we even. En ik heb er heel veel zin in, maar... Het is leuk, maar ook weer niet. Ik heb er heel veel zin in dat ze komt, maar ook weer niet. Nou ja, ik zie jullie zo met Yu. Yu komt zo en Bel stort niet echt mee eens. Maar ik ga met witte voetjes even wassen en ook haar hoekjes. En de rest mag ze zelf toetsen. Ja, Bel. Nou, ik heb alle spullen al klaargezet, inclusief paarden. Bel staat nu lekker te genieten van het zonnetje en vooral ben ik alles aan het poetsen. Dan wacht tot er Yu komt. Nog 6 minuten en dan wordt je. Dit is Yu. Yu, wil jij wat over je... Wil jij wat over jezelf vertellen? Ik ben 10 jaar en ik rijd nu nog wat. 3 jaar? 2? 3 jaar. En ik rijd 3 jaar. Leuk. En jij wil naar Bel gaan kijken? Ja. Zullen we maar gaan? Oké. Okay. Zo, Yu is weer naar huis toe, hier in Nederland. En morgen is keuring, hè? Ja, het is spannend of ze goedgekeurd of afgekeurd wordt. Waarschijnlijk wordt ze goedgekeurd, maar... Nou, ik hou nog even een slag om de arm, want je weet het allemaal nooit. Drie slagen dan. Dus het is te spannend voor. Ja. Dus nou ja, we moeten morgen gewoon even afwachten en dan, dan zien we het morgen wel. Ik ben benieuwd. Ik ook, heel erg. Wel, je gaat vandaag naar de keuring. Dus we zijn hem mooi aan het maken. We hebben even afgesproken. Dat gaan we zo nog een keer doen. Want het is heel erg warm. Het is nu, laten we zeggen, bijna 30 graden. En nog wel eens. En ja, nou, dan gaan we zo naar de keuring toe. Bel wordt natuurlijk vandaag gekeurd. Dat vind ik heel erg lastig. Want
Ineens gaat ze weg. Ineens is ze er niet meer. Ze is er nog wel, maar ze is niet meer van mij. Dus dan is ze niet meer mijn eigen pony, maar dan is ze mijn verzorgpony. Het is dan wel anders en raar, maar nu maar hopen dat ze goed wordt gekeurd. Nou, we zijn onderweg naar de keuring met de boer om tour. Waarschijnlijk de laatste keer met Bel. Het was niet heel leuk, want we waren allemaal gestrest en En ik realiseer me nu pas echt van na vandaag is ze gewoon weg. Nou, niet weg, maar om het zo even te zeggen, weg uit het gezinnetje van ons. Maar ook weer wel, maar ook weer niet. Dus het is lastig. We zijn bij de keuring en Ju is er ook. En nou, laten we zo maar beginnen dan. Ja. Alleen wij kunnen dat niet. We moeten wachten op Franklin. Franklin, waar ben je? Ju, wat vind je ervan? Spannend. Heb je nog geslapen vannacht? Nee. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ik heb mijn moeder maar wakker gemaakt. Mama, ik wil niet dat ze weggaat. Ja, was even moeilijk, hè? Ja. Ja. De goede nieuws is slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er geen bemerkingen zijn voor de vrouw die niet geschikt zou zijn voor de nieuwe mensen. En het slechte nieuws is dus dat die zo waarschijnlijk weggaat. Oké, dus ze heeft een goed advies gekregen. Ja, een positief advies. Oké, nou, Bel, je bent niet meer mij. Ik denk dat je hem dan maar even over moet geven aan Ju. Ju, gefeliciteerd. Zo, Bel is gekeurd. Ze is goed gekeurd. Nou, we hebben goed advies gekregen of zo. Goed verkoopadvies. Goed. Positief verkoopadvies. Daar ben ik heel blij mee, maar ook weer niet. Het is echt een heel dubbel gevoel. Dus het is lastig. Maar ja, ze gaat binnenkort weg. Dus dat. Ik ben Ju en ik ben de nieuwe eigenaar van Bella. Ze komt naar een plek in Duitsland, in Glitzkau. Met 2 andere paarden, 6 andere ponies en in 2 jaar een veulen erbij. Het is een open stal, dus er zit een binnen een hele grote stal en dan is er buiten een hele grote uitloop. Ze hebben 2 soorten weiden en dan is er nog een klein stalletje. Dus in het begin was ik ook best verdrietig dat ze wegging. En toen wilde ik samen met een andere vriendin wel van onze ouders overtuigen. En haar ouders zeiden eerst dus nee. En toen, ik weet het niet meer. Toen heb ik soort van, heb ik nog heel lang gevraagd, kan ik haar niet zelf nemen? En toen zei eerst mijn moeder nee. Zei ze eerst even kijken, misschien is ze wel toch klein voor jou en dat was, ze was dus niet te klein voor mij en toen was ze een soort van overtuigd. Dus ze komt, we gaan naar 5 augustus met de trailer naar 6 augustus. 6 augustus naar de 6 augustus, ja. 6 augustus naar Zeewolde brengen met de trailer. Dan wordt er zo'n gegeven gecheckt of ze ziek is of een virus heeft. Dan gaat ze in zo'n hele grote trailer aanhangen waar 7 andere paarden bij zitten. Nou, dan gaan ze rechtstreeks door naar de plek. En dan komt ze om 8 uur. Hangt er vanaf wanneer ze goed gekeurd is. Ja, en dan komt ze om 8 uur 's avonds aan. Ja, ja. Ja, ja. En wat ga je dan doen als ze aankomt? Hele dikke knuffel geven. Ja. En
Ja, ik denk eerst een beetje wandelen en dan een soort van, is er misschien een klein hoek, dus een klein hoekje. En een stalletje waar ze dan eerst in gaat als ze rust heeft. En zij mogen nog een keer bij ons langskomen in Duitsland. Nou Jules, dat je bel natuurlijk mee gaat nemen, over een tijdje, hebben we natuurlijk wel voorbel nodig. We hebben alles al uitgelegd, maar wat er ook in moet is oerbalans. Want we hebben de specerijen opgenoemd, maar hier zitten kruiden en andere dingen in die ze echt ook nog wel nodig heeft. Mm-hmm. Dus je krijgt van mij 15 kilo volgens mij. Hey, alsjeblieft. Dankjewel. Moet je me helpen met in de auto zetten? Ja. Nou, jullie hebben gezien dat Bel naar Jules gaat. Jules die woont in Zwitserland en die gaat op stal staan in Zuid-Duitsland. Zij woont in Zwitserland aan de grens en de stal is op aan de Zuid-Duitse kant. En nu moet Bel vervoerd worden en dat durf ik toch niet helemaal aan met de trailer. Niet omdat ik niet kan trailerrijden, maar daar komt nog best wel wat bij kijken. Het is 800 kilometer verder en daar hebben we speciale vervoersbedrijven voor. En Bel gaat vervoerd worden met BAS Horse Transport. En ik ga van tevoren, ik ben hier even voordat Bel vervoerd wordt. En dan kunnen we even wat vragen stellen over wat wel niet handig is. In verband met afscheid nemen, maar ook over transport. En dan kunnen jullie ook even kijken hoe zoiets gaat. Ik ben hier nu met Kennard Buisman van BAS. BAS Horses, BAS Horse Transport zelfs. En wij vervoeren Bella voor de familie naar Zuid-Duitsland. Ja, ze is verkocht aan, wat ik vertelde, een gezin in Zwitserland, komt in Zuid-Duitsland staan. Ja, en dan wat ik net ook al zei, dan zelf gaan rijden, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten, want jullie doen dat dagelijks. Ja, wij vervoeren circa 6000 paarden per jaar. Dat doen we door heel Europa, dus of je je paard nou naar Scandinavië wil hebben, of naar Zuid-Spanje, of naar Duitsland in dit geval, waar Bella naartoe gaat. Dan doen wij dat. Okay. Dan kun je op verschillende manieren met ons mee. Dat is heel fijn. Wat voor manieren zijn er? Nou, je kan een privé-transport boeken. Dat bepaal je. Dan betaal je dus natuurlijk wel een stukje meer, want dan gaat er een auto en een chauffeur die gaat echt apart voor jouw paard of pony naar de plaats van bestemming. Okay. En dan hebben we de zogenaamde co-loadings of samenladingen. En dat betekent dat er 7 of 10 of 18 paarden van verschillende klanten op één auto staan en dat zo'n auto een route rijdt. En dan worden de kosten van zo'n route verdeeld onder het aantal deelnemers, klanten, paarden. Ja. Goed, ik denk dat het voor een paard wel fijner is als ze met een paar paarden staan en niet dat ze in hun uppie op een wagen staan. Dit is tenminste, een kuddebier. Precies, ik denk dat Bel het fijner vindt om met meerdere paarden te staan. Ja, nou, Bella is natuurlijk wel een beetje een bijzondere pony, maar de meesten die vinden het wel heel fijn om met andere paarden samen te gaan. Ja. Bella die gaat niet met deze auto naar Zuid-Duitsland. De auto waarmee ze gaat, dat is een tweepaars auto. Die is nu nog onderweg, dus ik laat jullie nu even een 7-paars auto zien die eigenlijk toevallig nu hier staat. En dat gaat er gebeuren. En dan gaan ze met z'n tweetjes. Ja, dat is wel fijn voor haar, want alleen denk ik niet dat ze het leuk vindt, want het is geloof ik 800 kilometer dat ze moet reizen. Ja, zoiets. 750, 800 kilometer. Ja, net tegen de Zwitserse grens aan. Hè? Ja. Dat zag ik dus ook niet zitten om dat met de trailer te gaan doen, dus ik ben blij dat jullie het gaan doen. Ja. Heb je nog adviezen voor ons voordat we haar komen brengen? Ja. Of als we hier zijn en hoe zo het afscheid gaat? Een beetje begrepen dat jullie echt het hele afscheid van het paard mee wilden maken. En dat zou ik niet doen. Okay, we hebben hier best wel het hele afscheid, we willen er zelf op de trailer zetten en dan zelf bij de keuring zijn. Ja. En jij zegt niet doen. Nou ja, ze gaan een tweepaars autootje. Je hebt trailer, twee paars autootje. Ze gaan een tweepaars autootje. Wat je heel vaak ziet, en dat hebben we in het verleden ook al meegemaakt, dat het moment van laden, het dichtdoen van de klep en het wegrijden van de auto, dat zijn natuurlijk echt tranentrekkers van de eerste orde. Heel begrijpelijk, zeker met een pony als Bella, waar je heel veel emotie in hebt zitten. Ja, doe dat niet. Okay. Hij komt hier op stal, want de keuring die moet gedaan worden. Neem daar lekker afscheid en ga weg voordat hij de auto opgaat. Oké, daar bespaar je jezelf dus wat. Een hele hoop verdriet. Okay. Er is niks ergers dan de klep moeten dicht doen bij je maatje en hem dan zien wegrijden. Dat is verschrikkelijk. Okay, en zeker voor een kind. Ja, absoluut. Dus wij zeggen altijd: neem afscheid op stal, ga rustig naar huis, neem nog een kopje thee of koffie. En dan sturen we onderweg wat foto's of we sturen een filmpje van het laden of wat ook.
Dan heb je die ellende niet. Oké. En dat dus geeft heel veel rust. Oké, dus het is handiger dat ze straks, tenminste straks volgende week op stal komt. Ja. En dan vervolgens gaat Tess op stal gewoon afscheid nemen. Ja. En ik ook. Ja. En dan vervolgens gaan wij gewoon weg. We gaan dus niet naar de keuring. Ze moet trouwens nog een keer gekeurd worden terwijl ze bij de dierenarts al gekeurd is. Wat is dat voor keuring? Dat is een transportkeuring. Dat heet een health certificate. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan de laatste paar jaar, of jaren. Dat heeft te maken met dierenwelzijn natuurlijk, waar we ons hier heel erg aan houden. Vroeger kwam een dierenarts echt kijken of je paard gezond was. Mm-hmm. En tegenwoordig kijken ze van, hey, is dat paard wel het paard of pony wat in het paspoort staat? Yeah. En is zijn algehele gezondheid goed? Nou, wij moeten als vervoerder aan een hele hoop eisen voldoen. Met onze auto's worden gekeurd, onze mensen moeten bepaalde diploma's hebben en al dat soort dingen. En al die gegevens tezamen worden in een document samengevat. En dat heet een health certificate. Oké. Okay. En dan komt de keuringsarts en die zegt van, hey, het paard gaat van daar naar daar. En dan die pony met dat paspoortnummer en dat chipnummer. En die wordt vervoerd door de auto met dat kenteken. Oké. Okay. En dat staat allemaal in hetzelfde document. Nou, en dan kunnen altijd achteraf nog bekeken worden van, hey, klopt dat? Is dat paard daarheen gegaan? Of, dus nou, het is eigenlijk ook een soort vrachtbrief? Het is een soort vrachtbrief, ja. Oké. Okay. Ja. Maar dan door een arts? Ja. Oké. Okay. Ja. En vroeger mocht dat gewoon door je normale dierenarts. En tegenwoordig moet dat door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gemaakt worden. Dat is wel een beetje gek. Ja, kijk, voor ons paardenmensen is dat een beetje gek. Dat is een beetje raar, maar de dierenwelzijnswet wordt nageleefd en gecontroleerd door de NVWA. Okay. En de douane. En in dit geval moet de NVWA dat soort papieren nodig maken. Zijn er nog andere tips die je hebt? Ja, er zijn mensen die hebben echt de neiging om zo'n paard helemaal vol te hangen met dekens. Want oh jee, het is koud onderweg en beenbescherming. Bubbeltjes plastic, ja, ook graag. Ook allemaal gewoon niet doen. Okay. Kijk, zoals je ziet, die auto's die hebben allemaal rubber en ze kunnen zich eigenlijk niet beschadigen. Hè? Al zijn er natuurlijk altijd van die paarden die het nodig vinden om te gaan bokken en slaan. Hè? Dan kan alles kapot. Maar probeer het te vergelijken met als je zelf op reis gaat. Als je zelf op reis gaat, dan doe je ook geen dikke jas aan en laarzen aan. Dan doe je makkelijke kleding aan. En dat is voor zo'n paard precies hetzelfde. Okay. Dus wat wij, als er echt lastige paarden zijn, dan doen we ze voorbeenbeschermers om. Ja, of als het in de winter koud is, doen we een dun dek op. Want het is, als je met 7 of met 10 paarden op de auto staat, is die temperatuur echt wel heel erg lekker hier. Ja, geloof ik. Maar hoe meer je ze aankleedt, hoe warmer ze het krijgen. En als het onder die beenbeschermers gaat zitten zweten, ja, dan gaan ze dus juist staan klauwen omdat ze daar last van krijgen. Dus ja, vergis een hele hoop mensen. Ja, dat klopt. Ja, ook geen brok van tevoren. Ze krijgen de hele weg krijgen ze hier hooi. Hebben ze hooi net aan hier. Hebben ze de hele weg beschikking toe. En ze krijgen elke 4 uur krijgen ze water. En dat is eigenlijk ook het beste om die maag een beetje in beweging te houden. Ruwvoer. Ja, absoluut. En verder geen zware kost, want dat is gewoon niet goed voor ze. Want ze staan, hoe je het ook bent of verkeerd, wel stil. Ook al bewegen we een heel eind in de goede richting. Oké. Okay. Ja. Nou, goed. Dus ik ben benieuwd naar Bella. Ja, het wordt wel spannend. Tess is er wel nu al verdrietig van, dus dat zal wel wat worden. Maar ik hoop dat door afscheid te nemen in de bokstal het beter zal gaan dan dat ze daadwerkelijk een klep dicht gaat doen. Ik zou het zeker doen. Dus we gaan het advies volgen en jullie gaan zien hoe het gaat. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Dankjewel. Jij ook. Het is nu 8:30 en ik wou toch nog even naar Meneesje toe. Omdat vandaag de laatste dag is dat Bel nog hier is. Morgenochtend ga ik in ieder geval 5:30 mijn bed uit. Dan vertrekken we 6:00 naar de manege toe. Dan zijn we 6:15 op de manege. Dan gaan we Bel inladen en dan rijden we met haar naar Zeemolde toe volgens mij. En dan gaat ze op transport naar Duitsland. Echt geen zin in. Maar mensen komen en gaan. Hetzelfde geldt voor dieren. Nou ja. Ik hoop, ik weet dat ze het daar goed gaat krijgen. Ik geef me wel een beter gevoel. Maar ik zeg niet dat ik haar niet ga missen.
Goed, we hebben het zwaar. Dus heel veel filmen gaan we niet meer doen. Nou, dit is de avond ervoor. Morgen gaan we de weg brengen. Nou, gelukkig is het niet zoals bij Ster. Wel gaat er een goed huis. Dank u. Dus laat het me aanvallen. Dus hoewel het gewoon stom is, is het ook goed, hè? Dat ze toch weer bananen. Nee, meer dat, ja, je bent gewoon te groot geworden. Je hebt een goed leven met haar gehad, of ze een goede tijd met haar gehad. Veel geleerd. Ja. En het is gewoon een scheet. Maak het aan. Dus nu gaan we even afscheid nemen voor vandaag. Hier. Nou, en dan morgen op transport, dus morgen vroeg filmen we weer verder. Maar of we veel filmen, weet ik niet. Want... Nou, mijn broer gaat filmen, want wij houden het niet. Wij houden het niet vol. Ja, Rick gaat mee, die gaat filmen. En we kijken wel wat we eruit knippen. Het is. Ja. En nu gaan we even lekker huilen. Hè, Winnie? Ja. Ja, dat gaan we doen. En ja, Bella staat nog even een keer voor de laatste keer lekker samen los. Hele goedemorgen, lieve paardenvriendjes. Vandaag is het de dag dat Bella naar de nieuwe baasje gaat. En daar is Tess. Even bij de ponuts. Even filmen allemaal. Even kijken wat ze allemaal te zitten heeft. Twijfelaardig. Geboet worden, even goed gegeten. Ja. Nou, halen? Even vast maken. Ben je mag het doen? Ik zou eigenlijk persoonlijk zo'n staartje maken zo bovenop zo. Nee. Is het een eenhoorn? Ik kan wel wat blond mee doen, ja? Nou. Hup, hup. Ik ga lopen. Ik heb veel te veel funje om jou.
gaan we op reis. Nou, daar zitten we dan met Bella en Tessa. En hoe voel je je erbij, Tess? Niet goed. Niet goed? Nee. Nee, dat snap ik. Heel vervelend allemaal zo, hè? Ja. Nou, daar die zit te eten, er binnen. In een transportstal. Pam pam pam. Zo, nou dan worden de cupcakes gepakt. Wil ik het even laten zien? Dat zijn snoepjes. Oh, zitten in dat bakje. Oh, dat zijn echt van die. Weet je toen nog gebakken? Ja, dat weet ik nog. Ja? Ja, het ziet er goed uit. Ik ga je dat nu geven aan Bella. Ja, emmertje vol. Lekker. Zo. Je krijgt nu allemaal die gekke muffins. Oh. Lekker, lekker, lekker. Nou, Bella die wordt goed gevoerd. Echt heel veel gevoerd. Ik denk dat ze al de helft van de bak leeg heeft gegeten. Alleen we hebben hier een hond. Dit is Boris. Dit is Boris. En Boris pakt elk kruimeltje wat op de grond valt. Ja. Bijvoorbeeld, als ik één keer zo doe, zo. En dan nu doet hij het niet, omdat ik iets anders in mijn hand. Hey. Die moet niet gaan rennen, Tessa vindt die erg spannend allemaal. Maar dan kan je.